Meneer de voorzitter, ik kan me niet voorstellen dat uw coalitielid Parmisser die hele zaak hier probeert te dramatiseren. Is nimmer hier gezegd dat de regering, dat deze regering geen prioriteit heeft voor water. Dit is demonstreren om stemmen te maken, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, ik ken de tijd toen regering Boutersen aan de macht was. Was er ook zo'n situatie? En als je dan weg naar Atjoni ging, als je geen NDP'er bent, krijg je geen water. En nu probeert hij hier te zeggen dat deze regering geen prioriteit heeft. We hebben gezegd. We hebben gezegd, er is niks veel veranderd aan de situatie. Wat betreft waterprobleem in Suriname, er is niet veel veranderd. En we hebben gezegd, de regering heeft terstond de directeur uitgenodigd om ons uit te leggen hoe we het probleem gaan oplossen. En als je hier zegt, we hebben geen prioriteit om de volk te vertellen dat er geen prioriteit is, dat deze regering geen... Dat is niet waar. Dat is niet waar. De regering wij hebben goedgekeurd, 7 miljoen is goedgekeurd, meneer de voorzitter, om uw waterproblemen op te lossen. En wanneer de autorisatie gegeven wordt, hebben we hier gezegd, er is nog geen autorisatie gegeven, we weten niet, maar is het tot twee keren toe die wij hebben gezeten om het probleem van water op te lossen. Wie gaat geen waterprobleem willen oplossen? En maar ze zegt, de regering geeft geen prioriteit aan water. Dat is niet waar, meneer de voorzitter. Deze regering heeft juist prioriteit. En we willen water voor ieder. We hebben zelf gezegd dat Heenaar is opgelost. Paradijs wordt ook opgelost. En we zijn doende om die pompen die nodig zijn, om die te vervangen, om het waterprobleem op te lossen. Dat heb ik hier gezegd. Ja? En na zoveel jaren waren jullie aan de macht en wat hebben jullie gedaan aan water? Maar de voorzitter, ik mag u zeggen dat wat ik het erger vind is dat deze mensen ook in de macht hadden. En ik zeg u, ik moest gaan naar Atjoni en was droogte. En als je geen NDP'er hebt, je niet een... ja, ik zeg u wat die dingen waren. Krijg je geen water? Zo erg was dat. President, laten we bij de actualiteit blijven. Mensen willen maken hier in het parlement, dan ik heb jullie allemaal door wat jullie willen doen. Maar deze regering geeft prioriteit aan de bevolking wat het gaat over watervoorziening. Dank u wel, meneer de voorzitter.